Luisteraars, dit is Bloedsport, de podcast voor de MMA-watcher en de vechtsportkijker in het algemeen. Dit is de 5e aflevering van de scouting-series waar ik het heb over relatief onbekende en relatief onervaren vechters waarvan ik denk dat ze hoog ogen gaan gooien en zelf kampioen kunnen gaan worden. Dus laten we weer starten. In deze 5e aflevering is mijn keuze gevallen op Lerone The Miracle Murphy, UFC featherweight. Dus het vele gewicht op 145 lbs, dat is rondom de 65, 66 kilo, geboren op 22 juli in het jaar 91, dus nu 28 jaar. Geboren en getogen in Engeland, in de stad Manchester, lengte 1,75 meter, dat is dus 5 feet 9, met een reach van 73,5 inch, dat is dus 1,87 meter. Inmiddels een record van 9 winstpartijen, 0 verloren en 1 draw. Eigenlijk gewoon 10 partijen gewonnen en 0 verloren. Maar daar kom ik zo op terug. Daarvan, van zijn huidige officiële record, 9 partijen en 1 draw, heeft hij er 6 gewonnen op TKO en 3 decisions. Zijn UFC record, dat is op dit moment 1 partij gewonnen, 0 verloren en 1 draw. Maakte zijn debuut op UFC 42 in september 2019 met het main event Khabib vs Poirier, waar hij het moest opnemen tegen Zubaira Tukov, teamgenoot van Khabib en een master in sports in Sambo. Murphy vecht vanuit Manchester met Team Manchester Top Team, met als hoofdcoach Carl Prince. Vechtstijl gedefinieerd als freestyle MMA vechten die voornamelijk kickbox georiënteerd is, met een blue belt in BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu dus. Hij begon 6 jaar geleden in 2014 pas met het trainen in MMA bij de All Power Gym in Stockport, gebied rondom district in Manchester. Hij had hetzelfde jaar nog zijn eerste amateur MMA gevecht en won deze op guillotine choke, om vervolgens in 2015 nog 3 gevechten te doen die hij allemaal won, waarvan 2 op TKO en 1 op unanieme beslissing. Hij was verkocht en MMA werd zijn ding. Gezien zijn enorme potentie en talent vertrok hij ook daardoor naar de Verenigde Staten, waar hij ging trainen bij Alliance MMA in Californië met onder andere de legend Dominic Cruz. Door het enorme hoge niveau en ook een enorme boost voor zijn skillset, waarna hij vervolgens pro werd en 8 partijen op rij won. Hij deed dit bij de verschillende kleinere promoties in Engeland, zoals Full Contact Contender, Celtic Gladiator, Fightstar Championship en Tanko Fighting Championship. In 2019 zou hij in oktober zijn debuut maken in Cage Warriors tegen Dean Truman. Echter, door allerlei omstandigheden en het niet op tijd kunnen ontvangen van een gezondheidsverklaring, gooide dat roet in het eten, waardoor zijn debuut niet doorging. Dat heeft onder andere te maken met zijn medische achtergrond. Hij is namelijk in mei, 27 mei 2013, 3 keer in zijn gezicht geschoten. 2 keer op de kin en 1 keer in de nek in Manchester voor een kapperszaak. Hij heeft daar behoorlijk wat ingrepen voor moeten ondergaan en dat zorgde voor uitdagingen, onder andere met het maken van MRI-scans. Ik ga niet speculeren over de oorzaak van het incident, omdat hij daar eigenlijk zelf nooit een uitspraak over heeft gedaan. Ik kwam er eigenlijk op, toen ik onderzoek naar hem ging doen, stuitte ik op een lokaal artikel waar het schietincident werd benoemd. Dit is eigenlijk dus nog voor zijn MMA-carrière en dus puur op zoekresultaat op zijn naam. Wel denk ik, echter, dit is ook een aanname, dat hij voor MMA koos om verandering teweeg te brengen in zijn leven. Hij ging namelijk kort na het incident trainen en de rest is nu min of meer history. Echter toont het wel het karakter aan van deze jongen, hoor. In 2019 augustus kreeg hij vervolgens een belletje van de UFC of hij wil invallen op UFC 242. September 2019 in een short notice fight dus tegen Zubaira Tukov. Een ervaren vechterman met 22 professionele partijen destijds, waarvan toen 18 gewonnen en 4 verloren. Vechtend vanuit Grozny, Tsjetsjenië. En ook vechtend dus vanuit Team Khabib, Eagles MMA. En in de VS natuurlijk dan ook bij AKA American Kickbox Academy onder leiding van Javier Mendez. Hij had dus dubbel zoveel ervaring als Murphy. Echter accepteerde hij het gevecht en ging hij binnen 3 weken van 82 kilo naar 86 kilo. En haalde hij hiermee dus zijn gewicht. Dat kwam onder andere omdat hij het gevecht aannam terwijl hij op vakantie was in Jamaica. Hij moest hiernaast nog medische testen ondergaan en het leek erop dat dit niet gehaald ging worden. Mede dus door het issue van het MRI-scan, door het schietincident. Maar uiteindelijk gaven de dokters in Abu Dhabi toch groen licht en
ja, he got clear to fight. En doorliep dus alles en slaagde dus ook voor alles. Met een hele zware matchup voor een debutant. Vooral als je geen worstel of BJJ achtergrond hebt. Dan is Zubaire echt een tough task. Hij was ook daardoor ook zwaar favoriet. Had min of meer ook het thuisvoordeel in Abu Dhabi door de enorme aanhang die Team Khabib daar natuurlijk heeft en in het algemeen in het Midden-Oosten. Dus ook nog eens in het Hof van de Leeuw. En ja, het gevecht dan. De eerste ronde, ja, die jongen opende gewoon heel goed. Vanuit de orthodox stance, lichtvoeten, goede in-and-out movement, heel veel feints. En hierdoor ook moeilijk te lezen. Ook mede door zijn bewegelijkheid, goede dekking, handen hoog. Goede, snelle, sterke voorhand hoor. Die jab, dubbele jab. Goede mix ook naar het lichaam en het hoofd. Goede laterale movement ook. Links, rechts. Is eigenlijk niet te timen op dat vlak. Switch veel van stance. Werd in die eerste ronde wel goed geraakt door de linkerhoek. En daardoor ook een knockdown voor Zubaira. Maar staand had Zubaira eigenlijk niks op hem. Want die werd echt opgelicht. Hij werd weer heel snel naar de grond gebracht. Dus takedown defense, daar moet wel aan gewerkt worden. En einde ronde 1 was wel mooi om te zien. Want kwam hij zelf nog met een submission attempt, een armbar. Maar dat was natuurlijk ja, zeker een ronde voor Zubaira, mede ook door de linkerhoek. Tweede ronde ging Murphy eigenlijk gewoon door met goede voorhand, man. Dat viel me wel op, hoor. Die dubbele jab. Hele snelle, dubbele, snelle jab. Ook een harde jab naar het lichaam ook, hoe hij dat mixt naar het hoofd en het lichaam. Switchte ook daar in de tweede ronde veel van orthodox naar southpaw. Maar voor ook met die linker bodykick dan vanuit de southpaw en die headkick ook. Goede uppercuts. Vocht ook in het gevecht met heel veel druk naar voren. Werd het natuurlijk weer naar de grond geworpen door Zubaira met zijn sambo achtergrond. Je zag ook dat hij het gewoon het gevecht niet staand kon houden en wou houden. Maar Murphy daar wederom weer met twee hele goede guillotine attempts. Het was namelijk ook Murphy die ook gewoon from the bottom actief was. Zubaira, ja, die was eigenlijk voornamelijk, ja, eigenlijk alleen maar bezig om Murphy ja, tegen de grond te houden. Hij kon daar eigenlijk geen offense bieden. Dus op dat vlak min of meer een hele dominante ronde voor Murphy op dat vlak. Takedowns zijn wel zijn grote issue, hoor. Je ziet dat hij daar nog onervaren is. Dat hij daar echt werd gedomineerd. Dus daar moet hij wel aan werken. Maar als hij dat onder de knie krijgt, ja, wordt dat wel een issue, hoor. Wordt dat wel een issue voor de divisie. Maar toch, desondanks wist hij toch het gevecht gewoon weer staande te brengen. Derde ronde was hij echt aan, man. Toen kwam hij echt goed door met die directes vanuit southpaw en orthodox. Zware bodyshots ook. Headkicks weer vanuit southpaw. Ja, hij mixte daar alles echt goed, man. Je zag echt dat hij aan was. Weer lekkere dubbele jabs, die snelle harde dubbele jabs naar het lichaam en het hoofd. Je zag dat Zubaira weer duidelijk dat niet kon handelen. En die ging alleen maar voor de takedowns. En die keek ook continu naar de klok. En die dacht, ja, wanneer stopt dit? En Zubaira is echt een goede vechter, dames en heren. Topnotch sambo. Dat wel. Echter hebben we gezien hoe moeilijk zo'n matchup is voor een strijker. Met Khabib natuurlijk als perfect example. Maar ja, die derde ronde, die domineerde Murphy ook. Alhoewel die wel naar de grond werd gebracht. Maar daar totaal geen offense weer van Zubaira. Bracht het gevecht weer staande. Eindigde zelf met de vliegende knie vanuit de clinch. En toen gingen we naar de beslissing. En ik dacht, dit is een upset. Uiteindelijk was de score dus 28-29 Murphy. 28-28. En de derde judge had 29-28 Tukov. Dat betekent dus een split draw. En ik ging toen ook even wat verder kijken bij mijn onderzoek naar de judges score. En wat me opviel is dat sowieso twee van de drie judges waren dezelfde judges die ook afgelopen weekend, dus ja, het weekend dan van 11-12 juli, UFC 251, ook de judges waren bij Volkanovski Max. En wat me daarin opviel is, zoals ik net benoemde, de eerste duidelijke ronde voor Zubaira op basis van de criteria, ronde 2 en 3, zonder twijfel rondes voor Murphy. De ene judge die betrokken was bij Volkanovski via VS Max op 251 scoorde de tweede ronde voor Murphy, correct. De tweede judge ook tweede ronde voor Murphy, correct. Maar bij de derde ronde scoorde de één judge een ronde voor Murphy, die is goed. En die tweede judge scoorde de derde ronde voor Tukov. Ja, het is echt weer absurd, man. Dus door die ene judge is
meneer Murphy eigenlijk gewoon een winstpartij misgelopen. Een winbonus misgelopen. En zoals ik in het begin van de podcast aangaf, dat is wat ik bedoelde. Hij heeft dus eigenlijk gewoon een record van 10 winstpartijen. 0 verloren en 0 draws. Want dit was zeker geen draw. Deze wedstrijd heeft hij gewoon gewonnen. Deze beslissing had gewoon niet gemogen. En nu ik ook wat verder ga kijken naar die beslissing van de judge. En nu ook zie dat het dezelfde judges zijn die dan bij die meerdere partijen betrokken zijn. Is echt een kwalijke zaak, man. Super kwalijk dit. En ja, mensen kunnen wel denken, ja, weet je, ben je nou weer aan het zeuren, ben je nou weer aan het klagen. Maar de impact die dit heeft op die jongens, de gevolgen, ik kan daar zo ook een podcast aan wijden. En ik was nog zelf dieper aan het kijken. Die ene judge die betrokken was bij Volkanovski vs Max ook, die heeft zelfs Stukov in de eerste ronde een 10-8 ronde gegeven. Gekker kan dit echt niet, man. Serieus. Gekker kan dit echt niet. Maar laten we even teruggaan naar het gevecht. In algemene zin over Murphy. De rust en volwassenheid die hij uitstraalde in zijn debuut was echt absurd, man. Vooral als je kijkt naar hoe relatief onervaren hij nog is. En de tegenstander had met dubbel zoveel ervaring, zegt dat veel over zijn mindset slash zijn mentale weerbaarheid en hoe hij omgaat met druk. En vooral om meteen zo'n uitdaging aan te gaan, toont ook aan een bepaalde zelfverzekerheid, geloof en vertrouwen in eigen kunnen. Factoren die wel eens onderschat worden, hoor. Vooral het consistent blijven hierin, zeg maar. Maar dan gaan we verder. Vervolgens stond er in maart 2020 een mooi gevecht gepland in Londen. Met als main event Leon Edwards tegen Tyron Woodley. Daar stond hij tegen een hele sterke en taaie tegenstander, de Mexicaan Gabriel Benitez. Echter werd dus natuurlijk door het COVID-19 corona-verhaal het event gecanceld. En moest hij eigenlijk wachten tot het event van woensdag op donderdagnacht, op 17 juli is dat geloof ik, UFC ESPN 13 in Abu Dhabi, Yas Island. Met het hoofdevent was dat Cater tegen Ige. Ja, daar Performance of the Night, man. Dan moest hij tegen Ricardo Ramos, ook een echt getalenteerde jongen. Een BJJ black belt met een heavy kicking game. Hij bracht het gevecht ook heel snel naar de grond na een paar hele gekke kicks, hoor. Spinning back kicks, spinning head kicks. Hij deed nog wel een paar van die hele rare trappen vanuit het achter het standbeen, zeg maar. Omdat hij zelf vecht, Ramos, voornamelijk vanuit orthodoxe, alhoewel hij zelf ook veel van stand switcht. Maar als Murphy dan in Southpaw ging staan, hij stond in orthodox, kwam hij met trappen naar soort van de enkel achter het standbeen van Murphy. Heel flashy allemaal. Maar Murphy, ja, deed weer uitstekend. Goede laterale movement, goed in en uit, goede jabs weer. Kwam toen met een dubbele jab en een rechte directe erachterna. Die raakte Ramos. Ramos kwam toen met een spinning elbow waar Murphy onder dook. En Ramos eigenlijk gelijk greep en naar de grond werpte. En toen was het eigenlijk best wel snel klaar. Was ground and pound. Dat deed hij ook heel slim. Ja, venijnige ellebogen ook, hoor. Vanuit ground and pound en rechte directes. Waar hij slim het rechterbeen van Ramos klemde. En over zijn linkerbeen stapte eigenlijk. Dus ja, min of meer een half guard. En toen met venijnige ground and pound. En hiermee ook de performance of the night. Echt heel indrukwekkend. Leroy Murphy dus uit Manchester, Engeland. Vechtend vanuit Manchester topteam onder Carl Prince. Shoutout naar deze gladiator, man. Dit was Bloedsport. Scouting aflevering 5. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Let's go, Jim. We're here for a fight, bro. Sit down, bro. He's giving all he's got here. Listen to me. Breathe. Behind the jab, robot. Yeah, keep the haymakers back for a bit. Yeah, can I pull it on his head, Ads, or no? The jab wins the fight, bro. He thought he would have got you out of here by now, brother. I'm telling you now. Swear down, bro, yeah. Stay sharp now. The jab, you win this round now, and you're going to... If you're going to throw a big shot, he has to come off a double jab. Up and down with the jab, up and down. He's exiting to the overhand. The wrist is the most important, and the wrist off. They're the ones we focus on no matter what. You don't give them up no matter what. Use the jab, keep him at the range, and everything will come behind that. Don't force it. Right, let's go. Sick guy, Lerone Murphy. Let's go. Lerone Murphy, you're a sick guy.